Goedenavond, dames en heren. Ook de mensen op de publieke tribune, van harte welkom. Mensen van de schrijvende pers, mensen van de filmende pers. Allemaal welkom op deze avond. Goed dat alle partijen vanavond de tijd nemen om hier samen te komen in een openbare bijeenkomst. Om te bekijken waar we in de formatie staan en waar we naartoe willen. Ook in 2010, op 10 maart, is er op deze manier een eerste verkenning heeft toen plaatsgehad. Combinatie 95 heeft hiertoe het initiatief genomen nu, omdat het voor de bestuurbaarheid van Boxtel van belang is om zo snel mogelijk een nieuw college te vormen. Doel van deze korte bijeenkomst is een basis te leggen voor het vervolgtraject in de coalitieonderhandelingen. Alle partijen krijgen zometeen 5 minuten per partij om in te gaan op de uitslag van de verkiezingen en hoe nu verder te gaan in de formatie naar een nieuw college. Zonder daarbij overigens met elkaar in discussie te gaan. De discussie en de verantwoording die zullen gaan plaatsvinden, maar dat zal in een latere raadsvergadering zijn. Niet vanavond in deze openbare bijeenkomst. Als toevoeging, zoals de meesten van jullie weten, in een echte raadsvergadering zou hier de burgemeester zitten. Ik ben vanavond jullie technisch voorzitter, dus vandaar deze openbare bijeenkomst. Als eerste, omdat we hier de gewoonte hebben om met de grootste partij te beginnen, dat wil die het woord zouden fijn zijn. Ja, jazeker voorzitter. Mijn naam is Marielle van Alphen, ik ben fractievoorzitter namens Balans. En ik ben hier samen met Bart Welvaart, de voorzitter van ons bestuur. Op uw vraag de verkiezingsuitslag te duiden. Nou, wij duiden de verkiezingsuitslag als volgt, zonder enige historie van afgelopen week. Balans heeft 20,6 van alle procent van alle stemmen behaald en is daarmee de grootste partij geworden. De top 3 van de procentueel grootste winnaars is Balans, D66 en CDA. Die staan dus in sporttermen gesproken op het podium. Combinatie 95 heeft net als Balans 5 zetels behaald. Nou, de kiezers zijn aan het woord geweest. Ze vragen in feite een mix van oud en nieuw bestuur. En die samenwerking die vormt het meeste draagvlak en doet het meeste recht aan de verkiezingsuitslag. Dat dit een opgave is, is duidelijk. En als de bereidheid er maar is, zeggen wij. En die inspanningen die hebben we beoogd, maar zover is het helaas niet gekomen. Ik wil graag een stukje terug naar het proces. Vervolgens heeft er namelijk met iedere coalitiepartij slechts 1 gesprek plaatsgevonden om de verkiezingsuitslag te duiden. Dit in tegenstelling tot de 2 gespreksronden die in de uitnodiging voor vanavond staan vermeld. Tijdens deze gesprekken op zaterdag 24 maart jongstleden kwamen veel frustraties tot soms wel weerstand jegens Balans naar boven. En om uit de emotie te blijven en dit te ondervangen, zijn we op zoek gegaan naar een onafhankelijk extern persoon die boven alle partijen kan gaan staan om inhoudelijke gesprekken te voeren. We hebben de heer Ton Rombouts bereid gevonden Boxtel de helpende hand te bieden en los van de emotie te proberen een coalitie te vormen die het meeste recht doet aan de verkiezingsuitslag. Ongeacht hoe die coalitie eruit zou komen zien. De huidige coalitiepartijen hebben diezelfde dag nog de deur dichtgegooid en een eerlijk proces gefrustreerd om een brede coalitie in het belang van Boxtel te onderzoeken. Zij hebben daar zelfs het onvoorstelbare gedaan, een informateur van de grootste partij geweigerd. Balans vindt het meer dan jammer dat genoemde partijen niet de bereidheid en niet de beleefdheid hebben om met de aangestelde informateur in gesprek te gaan. Sterker nog, ze hebben niet eens de bereidheid dit aan de heer Rombouts mede te delen, maar communiceren vervolgens rechtstreeks aan mij. Terwijl ik niets vermoedend onderweg was naar de installatie van de raadsleden. En die communicatie vond plaats op een confronterende manier. En die communicatie die vond plaats in cc aan de media. Dus dan vragen wij ons af waarom. Is er haast geboden? Het getuigt ons inziens in ieder geval van weinig respect jegens de burgers en jegens de heer Rombouts. Op uw vraag hoe nu verder,
Ja, dat heb ik zojuist geschetst bij het duiden van de verkiezingsuitslag. Balans vindt nog steeds dat de verkiezingsuitslag het meeste recht doet aan een coalitie in de vorm van een mix tussen oud en nieuw bestuur. Wij vinden dat we transparant moeten zijn en verbinding moeten zoeken in plaats van afstand te creëren en stellingen te boneren en met modder te gooien. Wij hopen dat iedereen er zo in zit vandaag. Tot zover, voorzitter. Dankjewel, mevrouw Van Alphen. Dan geef ik nu het woord aan combinatie 95. Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, combinatie 95 heeft fantastische verkiezingen achter de rug. We hebben voor de derde keer op rij gewonnen en daar zijn we trots op. En we zijn ook heel blij dat de kiezer het vertrouwen uitgesproken heeft in de huidige coalitie. Daar hebben we het ook al eerder over gehad. Een coalitie waar combinatie 95 constructief samengewerkt heeft de afgelopen 4 jaar met SP, D66 en Inbox. Die coalitie die had een hele duidelijke meerderheid van 13 zetels en die 13 zetels heeft de coalitie behouden. Dat lukt weinig zittende coalities als u kijkt in de rest van Nederland. Het is dan ook het is wel een goed gebruik dat na de verkiezingen de grootste partij het initiatief krijgt om de eerste gesprekken te voeren in het kader van de coalitievorming. En ook combinatie 95 heeft hiermee ingestemd. En de eerste twee gespreksrondes zijn onder leiding van Balans gevoerd. We constateren dat die poging gestrand is. Wel werden alle partijen daarna, nadat het gestrand was, op donderdag 29 maart door Balans eenzijdig overvallen door zonder overleg met andere partijen de heer Rombouts als informateur naar voren te schuiven. Wij hebben op dezelfde dag intern overleg gevoerd binnen onze partij en vervolgens laten weten dat wij geen behoefte hebben aan een dergelijk gesprek. En dat is wel belangrijk, dat was volledig in lijn met de reactie die wij eerder op zaterdag 24 maart in het gesprek met Balans al gegeven hadden. En in lijn met wat wij op dinsdag 27 maart ook nog eens in een mail bevestigd hebben. Al die keren hebben wij heel duidelijk aangegeven waarom combinatie 95 geen heil zag en ziet in een vervolggesprek met Balans. Balans heeft als eerste kort voor de verkiezingen tijdens het verkiezingsdebat hier in deze raadzaal in het debat van Brabant Centrum ondubbelzinnig uitgesproken dat de fietstunnel bij de dubbele overweg een breekpunt is voor de coalitievorming. Hiermee heeft op dat moment Balans combinatie 95 uitgesloten als coalitiepartner, niet andersom. Combinatie 95 heeft altijd aangegeven niet terug te willen komen op verkeersbesluiten die de raad al genomen heeft en daarmee de 38 miljoen die beschikbaar is voor verkeersoplossingen in de waagschaal te stellen. De fietstunnel is en was voor ons en de andere partijen een gegeven. Inhoudelijk is dus op die avond, op die verkiezingsavond, de deur voor ons dichtgegooid door Balans. Dat is geen emotie, dat is gewoon de realiteit. Een tweede punt is echter dat combinatie ook aangegeven heeft geen vertrouwen te hebben in een positief, constructieve samenwerking met Balans. Zeker niet na de harde campagne die voor een flink deel onder de gordel gevoerd is. En we hebben in het gesprek met Balans op die zaterdag 2 voorbeelden genoemd. Als eerste de cartooncampagne van Balans, waarin wordt gemeld dat onder andere combinatie 95, maar ook dus SP onder andere, tegen uitbreiding van winkelcentrum Oosterhof is. Dat is een pertinente onwaarheid, hebben we ook aangegeven en daar is niks mee gedaan. Als tweede het zonder toestemming van combinatie 95 meerdere malen misbruiken van het logo van onze partij in zowel advertenties als op borden langs de weg. Dat doe je gewoon niet. Ook na de verkiezingen zien we het debat direct weer verharden, vooral via social media. Er wordt vrijwel nooit stelling genomen tegen een achterban die er regelmatig snoeihard op de man invliegt. Een politieke partij die andere partijen van arrogantie beticht, helpt deze verharding alleen maar in de hand. Dat baart ons zorgen en geeft ons weinig vertrouwen in de toekomst.
Om productief samen te werken is er een basis van vertrouwen en gelijke inhoudelijke punten nodig. Je moet het gevoel hebben dat je samen ergens naartoe gaat en aan hetzelfde bouwt. Het breekpunt, de op alle fronten negatieve opstelling van balans ten aanzien van collegebesluiten de afgelopen 4 jaar en de campagne hebben er samen voor gezorgd dat we geen vertrouwen hebben in een vruchtbare samenwerking. Hopen wij dat dit in de toekomst anders kan? Jazeker, maar dan moet er wel iets gebeuren aan de opstelling in dit soort zaken. Wij hebben wel vertrouwen in een samenwerking met andere partijen. Voor combinatie 95 is het nu het moment om met andere partijen gesprekken te voeren om zo te komen tot de coalitie. Het is een gegeven dat de afgelopen 4 jaar de 4 coalitiepartijen goed samengewerkt hebben en veel bereikt hebben. Dat is voor ons nu de reden om ervoor te kiezen om als eerste te onderzoeken of de huidige coalitiepartijen die, en dat zei ik nogmaals gezegd, het vertrouwen van de kiezers behouden hebben. Dat die coalitiepartijen hun werk voort kunnen zetten. CDA, PvdA, GroenLinks en VVD zijn echter wat combinatie 95 betreft op dit moment ook prima partijen om mee samen te werken. Dan als laatste. Combinatie 95, dan doe ik het even kort, ja, vindt dat politiek los van de persoonlijke relaties moet staan. Als het goed is, opereer je als politieke partij vanuit een ideologie. Je toont respect voor de ideeën van een ander, waarbij je het niet met elkaar eens hoeft te zijn. Dan werkt het debat, dan krijg je samenwerking en dan doe je wat het beste is voor Boxtel. Combinatie 95 hoopt echt dat de verharding die wij constateren weer bijdraait en het respect terugkeert. Dank u wel. De SP. Ja, voorzitter, dank je wel. Mijn naam is Erik van den Broek, een van de 2 lijsttrekkers van de SP. En naast mij zit Dave Vin, de andere lijsttrekker. En wij spreken beide ook namens het bestuur van onze afdeling. Bedankt voor de uitnodiging om in de openbaarheid een duiding te geven op de verkiezingsuitslag. Wij denken dat het zo eigenlijk ook zou moeten werken. Eerst een openbare duiding en vervolgens afspraken tot een vervolgoverleg. Allereerst nogmaals, en we spraken dat al eerder uit, de felicitaties aan de winnaars van deze verkiezingen voor het behaalde resultaat. Dus felicitaties aan het adres van Balans, Combinatie 95, CDA, D66 en VVD. Ik wil eerst kort ingaan op de cijfermatige uitslag van de verkiezingen en zal daarna aangeven wat in onze ogen de politieke consequenties zouden moeten zijn. Allereerst onze eigen uitslag. De SP heeft uiteindelijk 60 stemmen minder dan 4 jaar terug. We missen daardoor op een haar na een 4e restzetel, maar blijven qua aantal stemmen nagenoeg gelijk en handhaven onze derde plaats in de gemeenteraad op een stevige manier. Het missen van de 4e restzetel is zuur en teleurstellend, maar de cijfermatige verhoudingen blijven wat onze partij betreft nagenoeg gelijk. De huidige coalitie heeft haar huidige meerderheid in zetels volledig behouden. Dat waren 13 zetels en zijn nog steeds 13 zetels. Niet vanuit een nipte meerderheid, zoals we in de pers terug hebben kunnen lezen, maar zelfs via een stijging van het aantal stemmers op de coalitiepartijen. Relatief gezien is de coalitie licht gedaald met 2,7%, maar absoluut gezien zelfs licht gestegen. Coalitiepartijen behaalden in 2014 gezamenlijk immers 6992 stemmen en dat zijn er in 2018 7019. En voorzitter, Balans heeft een forse overwinning behaald en ook dat drukt het cijfermatig beeld uit dat in de komende bestuursperiode politiek serieuze aandacht verdient. Dan de politieke consequenties van de uitslag en het proces van coalitievorming tot dusver. Het is gemeengoed dat de grootste partij na de verkiezingen het initiatief neemt tot coalitievorming. Dat is ook gebeurd en dat heeft inmiddels geleid tot een eerste oriënterende gespreksronde met alle partijen en een tweede ronde gesprekken vanuit Balans met CDA en VVD. Onze partij heeft in de eerste ronde aangegeven geen behoefte te hebben aan een vervolggesprek. Daar hebben we de navolgende redenen voor aangegeven. Allereerst achten wij de politiek inhoudelijke en programmatische verschillen dermate groot dat deze ons inziens onoverbrugbaar zijn.
Denk daarbij aan het stelselmatig afkeuren van de opeenvolgende begrotingen in de afgelopen jaren, de grote verschillen in visie op de grootschalige infrastructuur, de jarenlange pleidooien voor een volwaardige noordelijke ontsluitingsweg vanuit Balans, de wensen om het besluit tot het realiseren van de fietstunnel bij de dubbele overweg terug te draaien en, voorzitter, de jarenlange summiere focus van Balans op sociaal-maatschappelijk terrein. Daarnaast is vanuit de kant van Balans al een breekpunt gemaakt van de realisering van de autotunnel, werd net ook al genoemd. En als derde hebben wij genoemd de wijze van campagne voeren. Het verspreiden van onwaarheden, waarbij we met name de voorbeelden van de pamflet Oosterhof, de onterechte uitspraak dat partijen Combinatie 95 en SP tegen uitbreiding van Oosterhof zouden zijn, dat is een feitelijke onjuistheid, en de uitspraken van Wim van der Zande in het televisieprogramma Ons Belang, dat alle overschotten op jeugd en WMO zouden verdwijnen in de algemene reserve. Ook dat is een feitelijke onjuistheid. Is die waar? Vierde punt, voorzitter, dat is wel waar. Vierde punt, voorzitter, is de wijze van politiek bedrijven. Daarbij hebben we het jarenlang op de manspeler genoemd. Richting toenmalige wethouder Ger van Oetelaar, voorbeeld van beschuldiger van leugens in het toenmalige dossier Velder. Richting Willem van Meurs, het insinueren dat hij wist van zijn ziekte bij de toenmalige aanstelling als wethouder. Richting Peter van der Wiel in de afgelopen periodes, voortdurend op allerlei manieren. Richting ondergetekende, het insinueren van vriendjespolitiek in het voorbeeld van de subsidietoekenning de rechter. Voorzitter, politiek mag zakelijk en scherp gebeuren, zo hebben wij dat zelf ook altijd gedaan. Maar binnen de politiek dient wat ons betreft ook sprake te zijn van een empathische kant. Inlevingsvermogen en respectvol opereren. En in de genoemde voorbeelden is dat volstrekt niet gebeurd. En als representant van bovengenoemde politieke opstelling hebben wij het politieke handelen van de persoon Wim van der Zande benoemd. En wij achten de persoonlijke verhoudingen dermate verstoord dat wat ons betreft geen vertrouwen is in een politieke samenwerking. Conclusie wat ons betreft die tot dusver getrokken kan worden is dat de balans na de eerste twee rondes niet is gelukt om voldoende basis te vinden voor een coalitie die inhoudelijk en getalsmatig op voldoende steun kan rekenen. Na de tweede ronde gesprekken heeft balans eenzijdig besloten een informateur te benaderen. De heer Van der Wiel had het daar ook al over. Dit besluit is met de overige politieke partijen gedeeld en gelijktijdig naar de pers gestuurd. Daar waar de balans verwijt dat de reactie ook naar de pers is gestuurd, is dat ook gebeurd met de aanstelling van de informateur. En dat vinden wij een brug te ver. Wij vinden dat Combinatie 95 als de andere grote winnaar van de verkiezingen, 241 stemmen winst, nu de kans zou moeten krijgen om een informatieve ronde te organiseren. De huidige coalitie heeft getalsmatig een gelijke basis en is met het totaal aantal stemmers er zelfs licht op vooruit gegaan. En wat ons betreft organiseert Combinatie 95 nu een volgende informatieve ronde, waarbij de nadruk ligt op het onderzoeken van de samenwerking van de huidige coalitiepartners Combinatie 95, SP, D66 en Inboet. Tot zover, voorzitter. Dankjewel, meneer Van den Broek. Het CDA, wie mag ik het woord geven? Naast mij zit Ren van As, de fractievoorzitter van het CDA. Ik ben Vera Koenstraat, zit voor het CDA. Ik zal het horen namens ons doen. 8 jaar geleden besloot ik om mijn kwaliteiten in te zetten om Boksel vanuit het middelpunt mee te besturen. Ik kwam in de politiek terecht met idealistische verwachtingen. Eerst de bestuurlijke zaken, daarna de maatschappelijke zaken en de afgelopen 4 jaar als raadslid. Steeds namens en voor onze inwoners. Het CDA is als oppositiepartij in de afgelopen periode en tijdens de afgelopen campagne duidelijk aanwezig geweest als een positief, kritische en constructieve oppositiepartij. Dat wordt gewaardeerd. We hebben geen zetelwinst, maar wel 200 stemmen meer dan 4 jaar terug. Wij zijn blij met de extra stemmen, maar we hadden op meer gehoopt. Met ons zijn ook enkele andere partijen gegroeid. Maar ook enkele partijen hebben stemmen en zelfs zetels ingeleverd. De kiezer heeft heel duidelijk de twee grootste tegenpolen beloond. Een groot gedeelte van Boksel is dus heel duidelijk daarin. De meeste kiezers willen een andere koers
Dat is duidelijk. De kiezer voelt zich absoluut niet gehoord en gezien. Burgerparticipatie zal op een andere manier handen en voeten gegeven moeten worden, om alle inwoners te betrekken. Vertrouwen in de politiek is de afgelopen dagen gedaald tot nul. Hoe gaan wij dit herstellen? Geluiden als waarom zouden we nog gaan stemmen, doen pijn. Het is toch al van tevoren besloten. Na de verkiezingen is het CDA open en constructief met de grootste partij Balans om de tafel gegaan. Waarbij het snel duidelijk werd dat de dichtgetimmerde afspraak tussen de coalitiepartijen niet te doorbreken was door de grootste partij. Wat ons betreft had Balans, nu ze met een open mind en een veranderde samenstelling aan tafel kwamen, daarin meer kansen verdiend. Immers de kiezer heeft Balans de grootste partij gemaakt en Combinatie 95 de tweede partij. Het is jammer dat de onderhandelingen al geklapt zijn voordat de inhoudelijke punten besproken konden worden. Ook wij dachten dat een informateur de onderlinge verschillen zouden kunnen verzachten voor deze of in ieder geval een volgende periode. Maar die kans heeft de informateur niet gekregen. Juist voor de bestwil van Boxtel en haar inwoners is het van belang dat er een onpartijdig iemand met een objectieve kijk de samenwerkingsmogelijkheden gaat onderzoeken. Partijen tot elkaar brengt en op zoek gaat naar de beste coalitie. En dat hoeft niet de samenstelling van de huidige coalitiepartijen te zijn. Hoe goed de wethouders ook met elkaar kunnen opschieten. Hoe graag elk van hen ook wethouder wil blijven. De kiezer heeft gestemd en heeft altijd gelijk. Welke partijen hebben gewonnen? Welke partijen hebben verloren? Wat zijn de vier grootste partijen? Daar zou naar gekeken moeten worden. Het CDA is positief en open het gesprek met Balans aangegaan. Deze houding willen we voortzetten. Wij stonden en staan open voor samenwerking met iedereen. Immers de kiezer kiest. En als professional heb je met iedereen te werken. Het CDA neemt verantwoordelijkheid. We besturen graag mee, maar gedogen zullen we nooit en ter nimmer doen. Kortom, het CDA stelt het belang van Boxtel boven haar partijbelang en onszelf als individu. Laten we ons gezond verstand gebruiken. Laten we gehoor geven aan de stem van de kiezer. We noemen een onafhankelijke, onpartijdige informateur en laat deze bekijken welke mogelijkheden we allemaal in Boxtel hebben. Wat ons betreft moet de coalitie die het beste is voor Boxtel de komende 2,5 tot 3 jaar besturen. Het CDA zal constructief mee blijven denken, welke rol er voor ons ook uitkomt. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, mijn naam is Jos Heekman, de fractievoorzitter van D66. Naast mij zit Marianne Wijfelaars, eveneens raadslid. D66 heeft gewonnen. En dat is inderdaad niet vanzelfsprekend als je meedoet. Meedoet wordt vaak niet beloond. Ook meedoen betekent ook water bij de wijn doen. Meedoen betekent in een coalitie meeveren, maar toch zoveel mogelijk ook je eigen standpunten proberen te benadrukken. Daarvoor zijn we beloond. Dan is dat ook in feite een aanmoediging van diezelfde kiezer om op diezelfde weg door te gaan. Anders hadden ze wel anders gestemd. En winnen doe je niet alleen. Je vraagt jezelf dan voortdurend af, hoe kunnen wij voor Boxtel, hoe kunnen wij voor ons achterban dat op de politieke agenda krijgen, dat nastreven, waardoor zij in feite ons mandaat hebben gegeven om hier te gaan zitten. Dat is op het algemeen niet altijd met je tegenwoordig. Dat zijn over het algemeen met je geestverwanten. En wie zijn je geestverwanten? Dat zal altijd blijken, niet alleen in de verkiezingen, maar dat moet blijken in 4 jaar dat je met elkaar hier zit. En waar je met elkaar beleid maakt, ook uitvoering geeft aan dat beleid. Dan kan ik zeggen dat D66 past bij een coalitie die progressief is. Duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Die een open economie wil en verbinding met de regio zoekt. Onderwijs als het hoogste goed neemt. Sociale rechtvaardigheid als kerntaak beschouwt. Problemen en vraagstukken integraal benadert. En stuurt op inhoud en proces.
en tevens een bestuurscultuur waarin sprake is van respect en gelijkwaardigheid. Zo zijn wij ook het gesprek ingegaan op uitnodiging van Balans. Dat was geen gesprek met emoties, dat was ook geen gesprek met oud zeer, want daarvoor hebben we nog niet zoveel zeer, dus doen er 8 jaar mee. Maar in feite wel één, waarbij we met elkaar hebben besproken, zijn wij nou de partner waarbij we allebei, als zodanig, en CDA noemen we dat tegenpolen, dat kunnen verwezenlijken waar we allebei voor staan. En respect ook waarvoor zij staan. En ook gefeliciteerd met hun vele kiezen die ze gewoon hebben. Maar dat betekent nog niet dat wij daarmee automatisch dan denken dat daar onze kansen liggen. Nee, je zoekt de kansen, waar ik al zei, met je geestverwanten, of in ieder geval daar waar het meeste toe rijdt. Dat gezegd hebbende, moet je een afweging maken. En we hebben dan ook, naar mijn idee, na raadpleging ook met onze leden en bestuur gezegd, wij vinden voor nu op dit moment jullie niet als partner meteen de meest geschikte om door te spreken of we daarin met elkaar kunnen vinden. No hard feelings, ook niet in die zin met oorlog gooien, dat was in feite de mededeling. Dan kom je op het volgende moment, wie is dan aan de bal? Nou, dat is inderdaad combinatie 95 die in feite ons nu uitnodigt om te duiden wat de uitslag betekent. Ik heb al gezegd, het buit dat mijn idee we mandaat en volmacht krijgen om op dezelfde weg door te gaan. En misschien nog wel harder moeten doorgaan, want je winst wil je natuurlijk ook verzilveren, vanzelfsprekend. Maar ook weer met respect naar inhoud en de persoon en het proces. Conclusie betekent voor ons niet anders dan dat voor dit moment, en dat zijn ook de woorden van combinatie 95, waarbij we op voorhand niet de mensen uitsluiten, maar voor nu voor ons de meest logische weg is om eerst te gaan spreken met die partij die afgelopen 4 jaar wij samen het beleid hebben gemaakt, en ik durf te zeggen succesvol beleid hebben gemaakt, om te zien of we elkaar opnieuw verder kunnen vinden. Dank u wel. Dank u wel, meneer Leeuwen. Geef ik nu het woord aan Loos. Dank u wel, voorzitter. Mijn naam is Maria van der Hoven en ik ben fractievoorzitter van Inbox. En naast me zit Herman van Wantroep, lijsttrekker. Dit van de partij. Mijn vader is al meer dan 40 jaar dood. Maar er was er weer die uitspraak van hem die in mijn geheugen gegrift staat. Het smerigste spel is oorlog en daarna is dat politiek. Het is moeilijk om aan te geven waarom Inbox minder stemmen heeft gehad. Niet op inhoud. We krijgen nog steeds alleen positieve reacties op de prestaties van onze wethouder. Over de inzet van onze raads- en partijleden in Boksel Allerhof. Na de verkiezingen hebben we alleen maar reacties gehad van mensen die niet begrijpen waarom de waardering niet is uitgedrukt in de stemmen van de kiezers. Wat maakt dat een politieke partij gewonnen of verloren heeft? Gaat het om inhoud, strategie of vorm? Waar gingen deze laatste verkiezingen over? Over onderwerpen die partijen in hun programma hadden staan? Zorg, jeugd, onderwijs, kunst, cultuur, milieu? Wanneer over het besluit dat al lang was genomen, een fietstunnel? Dat werd de inzet van het spel. Stem op Balans, dan komt er een autotunnel en een oplossing voor verkeersproblemen in Boksel. Als Balans mee gaat doen, zullen de anderen moeten breken met aanleg van een fietstunnel. De stelling dat een autotunnel ons dorp verdeelt is trouwens ook zo in. Het is niet de tunnel die ons dorp verdeelt, maar de politiek. Als wij de tunnel hadden gelaten voor wat het is, namelijk een fietstunnel waarover we door ons zelf al een besluit is genomen, hadden onze inwoners een keus kunnen maken uit andere belangrijke thema's. Zo platgeslagen kunnen we stellen dat 2736 kiezers tegen een fietstunnel zijn, en hebben er maar liefst 10.525 een andere mening. Weten we wel waarom de Boksterse burger op deze manier heeft gestemd? Was het over de inhoud? Was het strategie? Steeds meer inwoners voelen zich inmiddels overgeleverd aan het spel. Dat doet het vertrouwen in de politiek in Boksel geen goed. Nog voor de verkiezingsdag wist ik al dat we als politiek op deze manier allemaal meer zouden verliezen dan winnen. En wat ook smerig is, Balans zegt dat ook deze betuiging de gesignaleerde boosheid bij veel kiezers op social,
Balans zegt ook door de vele steunbetuigingen en de gesignaleerde boosheid bij veel kiezers op sociale media gesterkt zijn in de opvatting dat de boksers de bestuurscultuur op korte termijn het onderwerp van gesprek moet zijn. En niet de tunnel? Wat we wel weten is dat we verder moeten en dat Inbox er geen smerig spel van wil maken en zeker geen oorlog. Dat het goed zou zijn als we de komende maanden oudzeer, irritaties en wantrouwen in elkaar bespreekbaar kunnen maken en achter ons kunnen laten. Maar zeker is dat wij beslissingen die met een democratische meerderheid zijn genomen moeten respecteren. Het is geen logica dat een zittend college het met de verkiezingen zonder kleerscheuren vanaf brengt. In Boksel hebben de kiezers aangegeven nog altijd vertrouwen in de zittende coalitiepartners te hebben. Inbox vindt het dan ook een logisch gegeven dat de eerstvolgende besprekingen in dit stadium waarin we vandaag verkeren door en met die partners worden gevoerd. En dat we vooralsnog als basis nemen, dan kunnen we verder. Dat Balans hiervan vindt dat dit riekt naar achterkantspolitiek of een overdreven zucht naar plus, vinden we buiten proporties. Maar het was te verwachten helaas. En een nabrander. Coalitievorming begint niet na de laatste raadsvergadering van de oude raad, maar na de eerste van de nieuwe. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van Eyck. Onze nieuwe mevrouw Van Eyck van PvdA GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Ik wil namens de PvdA GroenLinks even kort ingaan op de drie dingen. De verkiezingsuitslag voor PvdA GroenLinks, dan eventjes de coalitieproces van de coalitievorming en tot slot onze visie op de toekomst van Boksel en de politiek, cultuur en structuur. De coalitie of de verkiezingsuitslag voor PvdA GroenLinks, daar kan ik heel duidelijk en kort in zijn, die was helaas teleurstellend. Dat was geen verrassing. We hadden daar wel degelijk rekening mee gehouden. Een eenvoudige rekensom maakte dat nog simpeler. Dus om daar langer dan nodig bij stil te staan, hoe jammer dat was, dat hebben we niet gedaan. Dus we hebben gezegd, we nemen onze consequenties. Dat betekent ook dat voor ons deelname of een rol in de opbouw van de coalitie of in een coalitie niet aan de orde was. Dus wat dat betreft was erg gemakkelijk voor ons tot nu toe. Dat is één. En het andere is dat wij ons voor hebben genomen met de zetel die we hebben en onze strategische en inhoudelijke deskundigheid die we hebben, te zorgen dat we onze uiterste best doen en absoluut ook, zoals de afgelopen 4 jaar, onze stempel zullen drukken op de politiek en op de beleidsvorming in Boksel. Daar kunt u van uitgaan. De coalitievorming. Gefeliciteerd Balans nogmaals. Gefeliciteerd ook de coalitie die in staat is gebleken om een meerderheid te houden. Gefeliciteerd de andere partijen, dat hebben we op de avond van de uitslag gedaan. Het is voor de hand liggend dat Balans als grootste partij het voortuin nam, met alle respect. En dat ook correct en goed heeft gedaan. Wat mij betreft was de zet van de informateur verrassend en een interessante move. En er was iets voor te zeggen geweest als de conclusie over de verdere coalitievorming door een informateur zou zijn gedaan in plaats van door de oude coalitie. Gezien de openheid van zaken die dat zou kunnen hebben gegeven. Dus dat is ons standpunt. Of het daadwerkelijk ook een ander resultaat zou hebben gehad dan dat we nu tegemoet gaan zien, dat vraag ik me af. En in die zin kun je het ook benaderen als de beweging die de oude coalitie heeft gemaakt om helderheid te verschaffen en eerlijk te zijn in wat hun intenties zijn, dat valt ook te waarderen en dat kun je ook benaderen als een positieve insteek naar de verdere coalitievorming. De praktijken van jaar en her dat partijen er maar wekenlang aan het lijntje werden gehouden voordat ze te horen kregen dat ze niet mee konden doen, die kennen we ook nog. Dus voor beide is iets verzekerd, maar zonder meer, wij hadden als PvdA GroenLinks de informateur en de uitslag daarvan ook gerespecteerd en graag tegemoet gezien. Dan de bestuurscultuur en daarmee ook onze visie op de toekomst. De bestuurscultuur is al vaker ter sprake geweest. We brengen geen nieuws als ook PvdA GroenLinks zegt dat misschien niet zozeer de emotie als wel de frustratie en irritatie
die de afgelopen 4 jaar hoog is opgelopen en ook duidelijk een rol heeft gespeeld in de campagne en duidelijk nu nog een rol speelt in dit proces. Dat is jammer. Ik heb in mijn positie als vicevoorzitter van de Raad al gezegd dat het zonder meer zo is dat de afgelopen jaren de grenzen zijn opgezocht in de gemeenteraad, in het politieke spel, waarbij zeker schuwe politieke spelletjes aan de orde zijn geweest. Waarbij de eerlijkheid ook gebied te zeggen dat die vaardigheid, zo kan ik het ook noemen, en het effect daarvan vaak door balans is opgezocht, met ook alle respect daarvoor, maar het heeft consequenties. Een bestuurscultuur waarin het uitgangspunt is dat je datgene wat een college of een collegefractielid inbrengt, per definitie wantrouwend benadert of benaderd door datgene wat gezegd wordt qua intentie of inhoud te ondermijnen door daar vraagtekens bij te stellen bij de intentie, bij de inhoud, anders dan dat het gewoon op de inhoud zou zijn of door allerlei andere bijbedoelingen. Dus ik wil zeggen, datgene wat zich afspeelt in de Raad altijd benaderen vanuit een onvoorwaardelijk wantrouwen en dat vooral gericht naar altijd dezelfde partijen, dat tast het vertrouwen aan. En ook in de politiek, ook hier waar we gewoon via debat en meerderheid tot een besluit moeten komen, is vertrouwen nodig als basis om te komen tot een besluit. En het vertrouwen en daarmee de bestuurscultuur is misschien niet willens en wetens, maar danig op de proef gesteld. En daarom zitten wij hier nu vanavond op deze manier en zitten we met de brokken. En we hebben een voorstel, PvdA van links. Een heel duidelijk, concreet voorstel op de inhoud en een voorstel hoe verder en in Boksel. Er zijn nu in het land verschillende manieren waarop mensen proberen tot coalitievorming en tot een raadsprogramma te komen. En je hebt de raadsbrede akkoorden. Ik zou willen voorstellen en de Griffie, de gemeentesecretaris, willen vragen. Zwijndrecht is een voorbeeld. Daar wordt een raadsbrede in 4 openbare bijeenkomsten, raadsbrede akkoorden samengesteld. Kijk, ook in Boksel, over 75% hier zijn het eens, de lokale partij. Misschien 60. Als het gaat om sociaal domein, zorg, duurzaamheid, heel verrassend is, we zijn het eens. We hoeven het maar misschien over de 30% verschilpunten te hebben waar we per meerderheid besluiten over moeten nemen. Misschien. Moet er dan een pijnpunt genomen worden? Dat zal zeker niet de fietstunnel zijn. Er is absoluut geen meerderheid voor in de gehele raad, op welke manier dan ook, om die om te zetten in iets anders. Maar misschien is er een punt waarbij een belangrijke grote partij of een coalitie een pijnpunt levert waarop ze in moeten leveren. Maar het voordeel is dat we de 4 jaar ingaan met een raadsbreed akkoord, waarop soms wisselende meerderheden nodig zijn of kunnen acteren. En waarop we gewoon eigenlijk in staat zijn een dynamiek te maken in de gemeenteraad zoals die daar hoort te zijn. Met open samenstellingen, met een open blik en uitkomend op andere besluiten dan die bij voorbaat vastliggen door de verhouding coalitie-oppositie. Ik zou willen dat we heel serieus die mogelijkheid gaan onderzoeken, een raadsbreed akkoord opstellen. Dat is mijn verzoek aan de nieuwe coalitie, hoe die er ook uit zal zien. Ik wil graag vragen de Griffie gemeentesecretaris om dat te onderzoeken, wat daarvan de mogelijkheid is. En misschien, lieve mensen, is dat de medicijn. Is dat de medicijn voor de politieke cultuur hier en de medicijn voor Boksel en de o zo belangrijke besluiten die daar op een gezonde manier voor genomen moeten worden. Dankjewel. Dankjewel, mevrouw Van Eyde. Prima, dankjewel, voorzitter. Mijn naam is Robert van den Berg. Ik ben sinds april vorig jaar de voorzitter van de VVD. En naast mij zit Tim van der Vries, onze fractievoorzitter. En het zal zo meteen duidelijk worden waarom dat de VVD ervoor heeft gekozen om de voorzitter, wat uit het bestuur het woord te laten voeren. Vooraf wil ik de volgende opmerking maken, de uitnodiging van die ontving van mevrouw Tiel en de heer Van der Wiel. Daar staat de zin, voor de bestuurbaarheid van Boksel is het van belang dat er zo snel mogelijk een nieuw college gevormd wordt. Ik hoorde u dat ook zeggen, voorzitter. Nou, wij kunnen ons daar niet in vinden. Dat is namelijk een drogreden. Boksel heeft nog steeds een college. Dat is weliswaar dimissionair, maar het kan nog steeds Boksel besturen.
de komende weken en zelfs de komende maanden. Wij zijn van het zorgvuldig uitvoeren van het proces. Verder, in die uitnodiging is ons gevraagd om de verkiezingsuitslag te duiden. Nou, we zijn het nadeel als je als laatste komt, dan zijn er al de nodige cijfers genoemd. Het voordeel is dat je het als laatste nog eens een keer kunt duiden. De winnaars van deze verkiezingen zijn duidelijk. Balans met een groei van 35 stemmen. 35% van de stemmen, 35, sorry, 35%. Gevolgd door D66, CDA en combinatie 95. Met respectievelijk 17, bijna 14 en 10% groei. Ook wij wisten een bescheiden groei, een stemmengroei van 9% te realiseren. De grote verliezers in deze verkiezingen, mevrouw noemde het al, vandaag om links, maar ook inbox, respectievelijk 29% en 25% stemmenverlies. Ook de SP verloor stemmen, bijna 3%, dat kostte ook nog een zetel. Vanuit de Postelse VVD duiden wij de uitslag dan ook als volgt. Combinatie 95 en VVD zijn de kleinste winnaars. Twee van de partijen uit de vorige coalitie moeten zich achter de oren komen. Zeker inbox heeft een flinke knauw gehad. Alleen vanwege de restzetel behouden ze twee zetels. Het zetelverlies van de SP is ook een duidelijk signaal. Wij vragen ons af hoe D66 na de zetelwinst op het besluit is gekomen om een persbericht te schrijven zoals ze dat hebben gedaan. Anders gezegd, hoe leg je dat dan je kiezer uit? De stemmers in Boksel hebben Balans het vertrouwen gegeven om voor de komende 4 jaar een coalitie te leiden. Zeker 1 op de 5 Bokselse kiezers heeft voor Balans gekozen. Los van het feit of dat Balans de sympathie van de Bokselse politiek heeft, of dat ze dat verdient, zijn zij aan zet. En dienen zij de kans te krijgen om deze coalitie te vormen en daarbij een professioneel politiek gezicht te laten zien. Met betrekking tot de volgende stappen in het formatieproces zijn wij van de volgende mening voldaan. Wat eigenlijk eerst dient te gebeuren is het bespreken van 2 zaken. De bestuurscultuur die is ontstaan en de animositeit die bestaat tussen diverse individuen van diverse partijen. Ik ben van mening dat er veel meer een bestuurstaak is dan de taak van de politiek om daar overheen te komen. Indien u dat met mij eens bent, vraag ik de bestuursvoorzitters na deze bijeenkomst om contact met mij op te nemen. Dan kunnen we wellicht om de tafel. Vanuit bestuur en de fractie van de Boekselse VVD zien wij het vervolg van het informatie- en formatieproces als volgt. Om daadwerkelijk recht te doen aan de verkiezingsuitslag, om de schijn van achterkamertjespolitiek door de vorige coalitie te voorkomen en om de onderlinge niet-politieke strijd tussen partijen eindelijk op te lossen, zouden wij graag een informateur laten doen die als opdracht krijgt wederom een brede coalitie binnen de Boekselse Raad te vormen. Tom Wormhuis is vast en zeker nog beschikbaar. Dank u wel. Dank u wel. Iedereen dank voor de inbreng van jullie allemaal. Iedereen allemaal hebben we nu op een transparante en open manier een beter beeld gekregen van hoe alle partijen in deze formatie staan. Eensgezindheid ontbreekt. Maar dat had vooraf ook niemand verwacht. Het is daarom goed dat we alles wat gezegd is, eerst eens rustig overzien en we allemaal met onze eigen achterbannen gaan spreken. Combinatie 95 zal zich daarnaast ook beraden of er een vervolgstap ligt. En zo ja, welke dan is. Ik wil het hierbij laten en dank u allemaal voor uw komst. Voor de aanwezige nieuwe raadsleden en voor de fractieondersteuners gaan we over een klein kwartiertje verder in deze zaal. Dankjewel allemaal. Nou, de duiding is denk ik wel heel duidelijk. Er zijn duidelijk 2 kampen. Dat zei de voorzitter, die concludeerde dat ook al. En ja, dat is wel iets wat de raad zal moeten overkomen. En ik bedoel mee dus oplossen. Want het is absoluut duidelijk dat je als raad als eenheid moet opereren. En niet zo gescheiden zoals dat nu gebeurt. Dus ja, ook al zou er een volgende coalitie komen, als dit niet opgelost wordt. Ja, dan blijft dat de komende 4 jaar ook tussen de partijen instaan. En dat is heel ongezond voor Boksel. Toch een vraag van... Ja, denkt u nou dat, tenminste als ik u hoor, dan zit u helemaal op de lijn van Balans?
Ik zei net tegen mevrouw Van Alphen heel duidelijk, die bedankte mij voor haar steun. Dat ik heb gezegd, ja, het is niet de steun aan jullie, maar het is de steun aan het proces. Wij vinden dat er gewoon een zuiver proces gevoerd moet worden. En zoals het nu gegaan is de afgelopen dagen, ja, dat is niet zoals wij dat voorstaan. Nou, de bijeenkomst was nodig om het op deze manier te doen. Ik vind het goed dat Combinatie 95 initiatief genomen heeft, ook voor deze bijeenkomst. Ik had misschien goed gevonden als er ook iets meer interactie had kunnen plaatsvinden met de zaal. Dat had ik verwacht, gewoon als aanvulling. Dat was goed geweest. Dus reactie om dan toch ook de kiezers erbij te betrekken, reacties van mensen te vragen. En de uitkomst, ja, die is er dus niet. Ik vond wel de teneur, ik heb zelf gezegd, ik heb echt de bestuurscultuur genoemd, hè, als een punt van de afgelopen jaren en waar we wat aan moeten doen en moeten veranderen. Ik vond wel dat er vanavond ook wel weer grote woorden daaromheen werden gezegd van wat er allemaal verkeerd is en slecht is. Want ik vind de politiek ook als PvdA GroenLinks en ook met maar één zetel waar we ons hard voor gaan maken en hard voor gaan werken. De politiek is een prachtig en een onmisbaar vak en systeem. En het democratisch systeem, ook al maak je dan wel eens ruzie met elkaar en ook al spelen mensen soms sluwe politieke spelletjes, het is het minst slechte van allemaal. En ook lokaal moeten we dat in ere houden, vind ik. Dus ik heb ook een voorstel gedaan om er iets aan te doen. En ik hoop dat we er iets mee kunnen gaan doen. Ik ben blij dat in de openbaarheid dit besproken is. Maar ik schaam me wel tegenover de kiezers. En ik hoop dat ik dat genoeg verwoord heb. Dat is ook hetgene wat mij al een week lang dwars zit. Dat wij als personen niet in staat zijn om over onze eigen schaduw heen te stappen. Dat wij niet in staat zijn om in het belang van onze kiezers en in de belangen van Bokstel, Liemt en Lennisheuvel te denken, maar dat hier echt op personen gereageerd wordt. Ik vind het verschrikkelijk. En ja. Ik merk emotie bij u. Ik merk emotie bij u. Nou, ik denk dat ik die inmiddels gehad heb. En ik was heel blij dat ik dit stuk mocht doen van mijn partij. Want we hebben het erover gehad. Wie gaat het doen? Ik had echt zoiets. Ik wil dit uiten. Ik wil gewoon duidelijk maken aan de kiezers dat wij niet zo zijn. En dat we niet zo willen regeren. U kreeg er een behoorlijk applaus van verschillende partijen, denk ik. Ik heb heel scherp geluisterd naar wat u zei. Bespeur ik ook dat het een soort sollicitatie is om in de coalitie mee te gaan doen? Nee. Nee, dit is echt puur hoe ik het proces heb ervaren. En het is ook echt om duidelijk te maken dat ik vind dat er nou niet in een achterkamertje maar gezegd wordt, dus we gaan verder zoals het altijd geweest. Want de kiezer was heel duidelijk. En de kiezer is het echt niet met alles eens. Het is niet, de kiezer is het ook niet met alles oneens. Daar ben ik het ook niet mee eens. Er zijn dingen die goed gegaan zijn, maar er zijn ook dingen die gewoon echt beter kunnen. En ik denk dat we met elkaar hier zitten in de raad en in het college om te zorgen dat dingen steeds beter gaan. Maar dan moet u toch mee gaan doen? Ik zou graag meedoen, maar niet ten koste van alles. Wat zou er moeten gebeuren om wel mee te gaan doen? In de verkiezingen heb ik heel duidelijk aandacht gevraagd voor senioren in onze gemeente en voor de ondernemers. En op het moment dat ik daar iets voor zou kunnen bereiken, dan zou ik graag meedoen. Maar niet ten koste van alles. Eerst moet er eens gekeken worden hoe kan je op een normale manier met elkaar hier zorgen dat je een discussie voert. En dat geldt in de coalitie, maar dat geldt ook zeker in de raad. En dat was wat mij betreft de insteek van vanavond. Het spiegelen en het duidelijk maken van kijk nou toch eens wat er eigenlijk gebeurt. En een sollicitatie die zou ik anders doen. Die zou ik veel zakelijker doen. Ja, we staan hier bij Ad Hoevenaars. Je zat in het publiek. Ad, hoe kijk jij tegen deze bijeenkomst aan? Een bijeenkomst denk ik goed hè, om het te doen op deze manier. Maar vooral de reacties? Ja, het proces is wel boeiend, maar het proces is eigenlijk niet anders dan zoals het eigenlijk de laatste jaren in de raadsvergadering ook is geweest. Toch veel meer over personen en dat soort dingen dan over echte inhoud. En ja, zolang die oneffenheden er nog in zitten in de relationele sfeer, is het moeilijk om in Boksel de bestuurbaarheid weer terug te krijgen. Dus ik denk dat het goed is om daar eerst naar te kijken. En
Kijk, ik ben geen VVD'er. Dat, voor de rest ben ik vrij neutraal, geloof ik. Maar ik vond de voorzitter van de VVD op het eind wel een heel mooi bruggetje slaan. Eerst naar de relatie kijken en dan pas weer eens op die inhoud. En die snelheid waar sommigen op hamerden, denk ik van... Ja, die is niet zo belangrijk, want bestuurbaar zijn we, hè, met een demissionair college. Wat gewoon de dingen uitvoert die er liggen. Dus ik zou zeggen, neem nu eerst even de tijd. En daar is dit een hele mooie eerste aanzet toe geweest, denk ik. Om in de relationele sfeer eens te kijken van hoe kunnen we daar echt een goede basis leggen. En ga dan op de inhoud verder. En dan kom je op een uitkomst die in ieder geval een mooi fundament is. Om het spel tussen coalitie en oppositie te spelen. Want dat is op dit moment de afgelopen jaren niet echt mogelijk gebleken. Omdat de coalitie dusdanig... Op het behoud van de coalitie zat en daardoor op inhoud steeds elkaar vasthield, waardoor het eigenlijk geen echte discussies werden. Dat is ook eigenlijk waar Anja van der Einde opduidde en daar ben ik het dan ook wel mee eens met haar om te zorgen dat we niet de komende 4 jaar weer in diezelfde strijd komen zitten. Dus samenvattend, een mooie basis om mee verder te gaan en ik hoop echt dat... Dat ze besluiten om in de relatie eerst eens verder te gaan zoeken en daar een basis te leggen en dan op die inhoud te komen tot datgene wat de kiezer heeft gezegd te willen.